Ja, elk bedrijf denkt een concept te hebben. Hè? Elke prutser met een idee heeft ineens een concept. Of elk bedrijf dat een upselling doet, is ineens een conceptueel strategisch bedrijf. Nee, er komt echt wel wat meer bij kijken. Maar je moet wat discipline hebben. Come on! Een sterk concept is de krachtigste motor voor elk bedrijf om te komen tot goede winstgevendheid en tot sterke weerbaarheid. Weerbaarheid tegen bijvoorbeeld concurrenten, maar ook tegen economische crisis. Heel belangrijk. Nu, heel wat bedrijven denken dat ze een concept hebben, maar ze hebben een schijnconcept. En wat is een schijnconcept? Een schijnconcept is een concept dat afhankelijk is van een ander concept. En dat kunnen drie dingen zijn. Dat kan zijn een persoon, sterke persoonlijkheid of een bekend personage. Dat kan zijn een locatie, bijvoorbeeld een winkelstraat. Of dat kan zijn een sterk merk dat je distribueert, maar waar je verder de rechten niet op hebt. Nu is het allemaal heel goed om gelanceerd te geraken en je kunt daar ook heel winstgevend in zijn. Maar het houdt wel gevaren in. Stel dat dat bekend personage in diskrediet komt. Hebben we de laatste tijd genoeg gezien. Die locatie van jou, die is verrekend in huurprijs. Dus dat kan omhoog gaan naarmate die locatie sterker wordt. Dat is ook al niet goed. Of dat sterk merk dat iedereen wil hebben en dat jij distribueert, zou wel eens kunnen beslissen om zelf te gaan distribueren. En dan sta je daar. Dus wat moet je doen? Je moet ervoor zorgen dat jouw concept op zich staat en daar niet van afhankelijk is. Dat je geen bekende personages nodig hebt. Dat je je winkel om het even waar kunt beginnen. En dat mensen wel naar je toe komen. Of dat die sterke merken, dat die ten dienste staan van jouw concept. En niet dat jij afhankelijk bent van zo'n sterk merk. Dus dat zijn heel belangrijke indicatoren. Merk je nu dat jij een schijnconcept hebt, dan moet je gaan denken, hoe kan ik daar nu aan ontsnappen? Hoe kan ik nu zelf mijn eigen concept hebben dat krachtig genoeg is? Dat is de eerste stap. Als je loskomt van je schijnconcept, fantastisch. Of je dan een goed eigen concept hebt, dat is een volgende stap.